Thank you.
Thank you.
nog bij? Waarom nul, lukt het nog wel daarbij? Lukt dat nog op 0 daarbij? Die versterking. Ja, ik heb niet een goed gevolg met de audio. Maar, wat zeg je? Audio. Nee. Ik heb het over versterking van de video. Oh nee, ik heb nog 6 erbij. Ja, oké. Okay. Ja, anders heb ik geen flexibiliteit. En dan heb ik alleen goed licht met alle hoogste. Ja. Thank you.
Op deze eerste Stijn dorpsavond. Zomaar een streek, want in die streek zit natuurlijk hars, daar zit het goede haar, daar zijn de plek van de snaren, de juiste viool, maar vooral de juiste druk, de juiste beweging, de juiste overbruggende gedachte van daar naar daar, maar daartussenin zit iets wat onuitspreekbaar is en wat blijkbaar muziek is. Dit is een ongelooflijk summerende beschrijving van de duizenden dingen die tegelijkertijd gebeuren als je... Should I speak English? Nee. We spreken van het Nederlands. Ja. Nou, die begrijpt vaak maar na afloop. Die duizenden dingen die tegelijkertijd gebeuren, zorgen dat dat geluid echt klinkt. Dat er iets gebeurt wat eigenlijk onuitsprekelijk is. Dat noem je weer muziek. In de elektronica zijn we nog niet zo ver. En dat is ook maar al te vaak te horen. We zijn al wat verder. We kunnen al ongeveer 4 à 5 dingen tegelijkertijd besturen. Maar dat is erg armoedig. En dat hoor je ook in het geluid. De complexiteit van het elektronisch geluid kan enorm zijn. Maar de manier waarop wij die complexiteit beheersen. Wordt nogal beperkt door wat er tussen ons en die elektronica in zit. En dat zijn normaal imitaties van kerkorgelklavieren en alle andere martelwerktuigen die nu bedacht worden om toch een stukje verder te komen. Ik wil ook wel zeggen dat ik er heilig in geloof dat je dit probleem kan oplossen.
Maar het zal nog wel even duren. Het idee dus dat je door één vinger hierop te plaatsen al die verschillende knopjes tegelijkertijd kunt veranderen. En door harder te drukken, door een andere plek te kiezen. Dus op een hele simpele, intuïtieve manier een beetje in dat web te peuren. Dat je op die manier dus muziek kan maken, is denk ik heel belangrijk. Omdat iemand die namelijk helemaal niets begrijpt van wat er achter al die draden zit, kan gewoon op de tast zijn of haar weg vinden in die geluiden. En op de duur daar ook handigheid in ontwikkelen. In een klein webje of in een groot web. Er is een aantal jaar geleden ook in een Zweeds bos tussen bomen een enorm web gespannen, waar in iedere boom een luidspreker in, waar bepaald geen vogelgepiep uitkwam. En alle bezoekers klommen daarin. Dus dit is wel erg groot, maar het is nog groter. En kleiner dan dit is er niet, maar dit werkt dus ook niet. Het kleinste web wat er op dit moment is, is dit. En dat is een idee wat ik al een aantal jaren geleden had gemaakt, maar waar ik eigenlijk zelf niks in zag. Omdat ik die handen aan verslaafd raak. Dat is ook weer zoiets. Want als je je techniek alsmaar blijft veranderen, leer je instrument nooit bespelen. Maar als je dus dingen wil uitvinden, ben je dus geen goede muzikus. Of, nou ja, dus ergens moet je op een gegeven moment zeggen, stoppen. Dus degene die dadelijk het web demonstreert, ben ik ook helemaal niet zelf. Een pikant detail is dat dit web gisteren eigenlijk voor het eerst is bedraad en klaar is gekomen. Jorgen mag nu even opstaan. Thank you.
Wat ik al gezegd had,
tegenstelling moet ik dat vertellen. Dat zou de komende jaren moeten blijken of dat een idee is. Dat je door met je vingers complexe vlakken aan te raken, die via analoge, mechanische weg eigenlijk een heel groot deel van de computertaak overnemen. Want door aan al die draadjes te trekken, voer je eigenlijk allemaal berekeningen uit die je ook in een computer zou kunnen laten doen. Maar dan moet je weer met zo'n hele grote machine op reis. En de meeste mensen hier op Stijn en de gasten die hier onderzoek doen en projecten realiseren, vinden eigenlijk dat een muziekinstrument gewoon mee een café in moet kunnen bijna. En even op straat moet gebruikt moeten kunnen worden, omdat toch daar wel heel veel de nieuwe cultuur vandaan komt in deze tijd. Dus hoe kleiner, hoe compacter. En dit is dus allemaal wel erg groot, alhoewel het een jaar of 65 geleden nog ondenkbaar was dat je al deze dingen met dit kleine opstellingje kon doen. Want dan had je wel minstens 4-5 rekken vol van dat soort spul om toch iets van dit resultaat te kunnen komen en vooral ook die complexiteit te bereiken. Wat daarachter zit, waar dat geluid uitkomt, daar kan ik het nog wel over hebben. Wat andere mensen met het wetidee zullen doen, dat zullen we zien. En dat zal op een Darwiniaanse manier nog toch iets komen. Waar ik nu dan tenslotte over zal hebben, is het programma LISA. Dat staat voor Live Sampling. Dat is door Frank en mij in ontwikkeling gebracht. We zijn er al mee bezig. Als het goed is, dan blijft het werken vanavond, maar dat is nog niet helemaal zeker. In principe gaat het erom dat als je denkt aan iets wat in deze tijd de moeite waard is, dan is dat het directe. Dus niet dat afstandelijke, ver weg, maar juist dat we hier staan en dat we zitten en dat je daar iets mee kan doen. Dus de tijd dat je met een synthesizertje in je tas naar een concert toe gaat, is wat mij betreft een beetje voorbij. Vooral die synthesizer waar dus al die klanken in zitten die jarenlang voorbereid als een soort familie weer om je heen. Van op dat moment die en dan daar en dan heerlijk in die routine terechtkomen. Nee, wat is al aardiger om de computer inderdaad te zien als een rekenpad, waarnaast een grote rekenmachine staat die van alles met dat vat kan doen. Wat wij dus nu gedaan hebben, is de zorg dat het geheugen van die computer zoveel mogelijk beschikbaar is om geluid in op te nemen. Dus dat kan heel direct. Dat misschien ook een kwestie van de situatie. Geluid in worden opgenomen en dan kun je het eigenlijk ook weer. Geluid worden opgenomen en dan. En dat je dan een hele hoogte van dat geluid op een rij hebt in dat geheugen. En wat je dan kan gaan doen, is dat geluid gewoon gaan afspelen. Zoals nu gebeurt. Bijvoorbeeld heel laag, langzaam er doorheen gaan. Of tegelijkertijd onder een andere toets gedrukt. Een snellere afspeelmanier. Je kan het ook omkeren. Bijvoorbeeld. Geluid in worden opgenomen en dan kun je het al goed was van de geluid in worden opgenomen. geluid in niet wel. Geluid in worden opgenomen. En alles wat je doet is op één knopje drukken en die verandert alleen maar het afspeelrichting. Dus je kan aardig ontmaskerend naar iemands gepraat luisteren door alleen maar een beetje heen en weer te spoelen. Je kan er dus ook natuurlijk muziek mee proberen te maken. Thank you.
geluid onder toetsen te leggen. Het verschil is alleen dat hier dat geluid helemaal niet per se gelijk naar toonhoogte dan wordt gehoord, zodat je dus een blaffend rondje kan laten zingen. Het is hier mogelijk om gewoon een heel lang geluid achter elkaar in dat geheugen op te nemen en daar gewoon aparte stukjes van te spelen. Ach, dus bijvoorbeeld taart, 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 en daar, 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 en op die manier kan je dus een heel ander soort muziek maken. Je kan dus ook toch heel modern doen. Steiner is invited. Officially, we can't give it a name because we get problems with the text people. And but she'll be here for at least.
stage, real performance instrument that controls visual art. Steiner has done things like this for ages. So it's not new at all. It's new. Synthesizers has a fixed resolution of steps, like in many other digital sounds, which is noise, and it's also limited. Yeah, it's that's not analog. Once it went out of the analog into the digital, it became discrete as well, and the device didn't do XY and Z. Well, XY and Z was just a little bit more precise. Basically, they had very basic tools, so they used this oscilloscope and they projected they monitored the waveforms of the sound and attached the video camera to it and connected to the some video screen. So in that way, they could sort of continuously influence the they could put two things together, continuous waveform of the sound, yeah. They put it directly to the video camera, which would modify the picture in a certain way. Instead of seeking
clean for the samples, right? And they bring them with you to the coding, and now they can take them out. So I'm at the stage where I can take clean for the DNA. But for you, is that